ik werk inmiddels al 14 jaar bij Arvades. Ik moet zeggen, 14 jaar geleden toen kwam ik van een totaal andere organisatie vandaan, namelijk De Has in Den Bosch. Ik wilde wat dichter bij huis gaan werken en uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Arvades. En ik moet zeggen, dat bevalt mij tot op heden uitstekend. Mijn dagelijkse werkzaamheden bij Arvades die laten zich eigenlijk heel erg lastig beschrijven. Want, en dat is denk ik gelijk het mooie ook van mijn werk bij Arvades. Er is werkelijk geen dag hetzelfde. De ene dag zit ik bij een ondernemer aan de keukentafel. Bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre bijvoorbeeld de reststromen van rabarber nog tot waarde gebracht kunnen worden. Een andere dag zit ik oftewel op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Er komen zelfs dagen voor dat ik overleg heb op de Gemmelot Campus in Geleen. Nou, de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt eigenlijk binnen Arvades heeft alles met de inhoud van duurzaamheid te maken. Waar het 10, 14 jaar geleden nog eigenlijk allemaal biomassa naar energie was wat de klok sloeg, weten we nu eigenlijk dat het anders moet. Van biomassa kunnen allerlei mooie, hoogwaardige producten gefabriceerd worden. En dat is eigenlijk van ontzettend groot belang, juist ook voor die primaire sector. Kansen voor valorisatie, dus meer waarde voor reststromen, betekent ook daadwerkelijk voor die ondernemer een nieuw, duurzaam economisch verdienmodel.